prijs, steersprijs wel te verstaan. We gaan een ronde extra koersen. We komen dan uit op 3150 en 3175 meter. Zoals gezegd, geen paarden in het eerste band. We hebben te maken met tweede en derde band. Paarden komen de baan op. Standby. Start gevallen. Paarden zijn gestart en het is na de start aan de binnenzijde Unique Victory. Die een lengte voorsprong heeft genomen. Wind of Change op de tweede plaats en daarachter You Wish Toscana als derde. In vierde stelling Zoon van Minnen met verderweg Valentino Viola, Racing Dragon, een gat tot Wies Buitenzorg. En Karts Dabas sluit in de beginfase de rij en de deelnemers komen de koelboxbocht door op weg naar de overzijde van de baan. Unique Victory is de leider. Unique Victory heeft een lengtevoorsprong op de tweede plaats erachter Wind of Change. 2,5 lengte daarachter ligt in derde positie dan You Wish Toscana. En die wordt gevolgd door Zoon van Minnen met op 1,5 lengte Valentino Viola dan Racing Dragon. 4 lengte erachter Wies Buitenzorg en laatste van het peloton Karts Dabas. Paarden zijn einde overzijde, gaan zo dadelijk de manegebocht voor de eerste maal in. Met aankop nog altijd Unique Victory, heeft een lengtevoorsprong op de tweede plaats Wind of Change. Dat ligt nog altijd zo, de 1, 2, 3 lengte erachter. You Wish Toscana als derde en de vierde plaats is voor Zoon van Minnen. In vijfde positie erachter Valentino Viola. En achter Valentino Viola is het dan de nummer 5. En die nummer 5 is Racing Dragon. Daarachter Wies Buitenzorg. En Karts Dabas is nog altijd de laatste van het peloton. 8 uit 8 als we de rechte lijn inkomen voor de tribune. Paarden zijn zo dadelijk voor de finish en dan nog 2 volle ronden te gaan. Met aankop Unique Victory, een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats Wind of Change, in derde positie You Wish Toscana. En die wordt geflankeerd door Racing Dragon. Daarachter volgt Zoon van Minnen. En achter Zoon van Minnen hebben we dan Valentino Viola. Tom Kooijman in de bolletjestrui. Wies Buitenzorg is dan de voorlaatste. En laatste is onveranderd Karts Dabas. En zo gaan de paarden dan weer de bocht door. De koelboxbocht op weg naar de overzijde van de baan. Situatie op het front is ongewijzigd. Unique Victory aan de leiding en op de tweede plaats erachter Wind of Change. Maar kijk, aan de buitenzijde naar grasspecialist en Emmeloord specialist bij uitstek Racing Dragon. Meldt zich in het tweede spoor en komt nu op een gedeelde tweede plaats. En gaat toch nu de leider stolken, dat mogen we rustig zeggen. De derde plaats erachter voor Wind of Change en op de vierde plaats volgt dan Ruud Pols. Die wacht nog altijd rustig af met zijn You Wish Toscana, de trots van Harry van der Heijden. Maar de trots van de familie van der Meer, die volgt ook en dat is in de vorm van Zoon van Minnen. Deelnemers komen, Zoon van Minnen is dat, de Black Pimp komt in de volgende. Dat zijn de trotsen van de familie van der Meer. Wies Buitenzorg aan de voorlaatste positie. En laatst is nog altijd Karts Dabas in de Belgische eigenaarskleuren vandaag gedragen door Wim van Buitenen. En zo zijn de deelnemers weer in de rechte lijn voor de tribune. Dan zou je bijna denken van we zijn bijna thuis. Maar nee hoor, we gaan nog een rondje. Het is 3100 plus meter. En daar begint eigenlijk een beetje veel te worden voor Karts Dabas. Want die had het even moeilijk. Maar heeft de cadans alweer gevonden. En de deelnemers komen zo dadelijk de laatste ronde in. En het is aankop van het veld nu You Wish Toscana. Die heeft inmiddels de pole overgenomen. You Wish Toscana, Unique Victory, moet zich schikken in vierde positie nu. Tweede plaats is daar aan de buiten. Zijde voor Zoon van Minnen en daarachter volgt Racing Dragon. Wies Buitenzorg en daarachter Unique Victory. Daarachter volgt Valentino Viola. Karts Dabas die ligt laatste. En voorlaatste op dit moment Wind of Change. Het is een beetje veranderd, al die posities. De deelnemers komen dan aan de overkant van de baan. En hier komen dan de echte steerscapaciteiten in beeld. Wie de langste adem heeft en wie nu nog kan volgen, dat zijn de echte steers. You Wish Toscana heeft nu 3/4 lengte voorsprong genomen. Zoon van Minnen op de tweede plaats en Racing Dragon is derde. Vierde komt nu naar voren, Wies Buitenzorg. Zorgen erachter Unique Victory met Valentino Viola. Dan Wind of Change en Karts Dabas aangesloten laatste. En de laatste bocht is nu in zicht voor You Wish Toscana. Die nog altijd een lengtevoorsprong heeft. Zoon van Minnen op de tweede plaats. You Wish Toscana, Zoon van Minnen, wordt door Mieke naar het tweede spoor gebracht. En beide paarden lopen er nu een gat in van een lengte of 3-4. Daarachter aan de buitenzijde is het Wies Buitenzorg. Aan de binnenzijde komt Valentino Viola. Maar ze zullen allemaal Pegasus vleugels moeten aanmeten om die twee leiders terug te pakken. You Wish Toscana 8, aan de binnenzijde. 8, aan de buitenzijde hebben we dan Zoon van Minnen. Zoon van Minnen opent aanval op You Wish Toscana. Aan de binnenzijde is het die You Wish Toscana die probeert terug te komen. Maar Zoon van Minnen heeft duidelijk de leiding. Zoon van Minnen met nog 100 meter te gaan. Die gaat 3, die gaat 4, die gaat 5, 6 lengte voorsprong nemen. U mag op de handen, in de handen, op de banken, dames en heren. Want dit is een winnaar. Dit is Zoon van Minnen. Op de tweede plaats daarachter You Wish Toscana. Valentino Viola derde. Close voor de vierde plaats.
Voorlopig uitslag 4-3-7. 4-3-7 voorlopig. Uitgeschakeld werd nummer 8. Ere ronde van de winnaar.